Wint een firma, breek maar af, BV Oetsling, BV Oetsling, BV Oetsling. Hier is het al begonnen. Ja. En midden in die kwamen toen een opboos af. Zie kwam toen een opboos af. Je zei net, hier is het allemaal begund. Waar is hier allemaal begund? Nou, dit is, het was al het Dapscafé. Hier hebben we voor het eerst optreden. Een dure optreden bij Emmy en Diddy toen ik trouw ben. Dat was in september 1984. En als je dat rekenen, dan ben we al 26 jaar gangs. We kregen net een dvd voor die eerste opname opstie. Dat is hartstikke mooi. Ik wist niet dat het nog bestond, maar hier is er nog. Wij zijn nog met elkaar ook op de bruiloft hier. De bruiloft hier, de bruiloft hier. Wij maken met elkaar hier heel veel plezier. Wij maken hier veel plezier. Toen was het Café Zwols. Café Zwols. Ja. Ja. En hier hadden we zangrepetities en hier hadden we bruiloft. Hier hebben we even het eerst opgereden. Hier ligt onze basis. In de verte ligt mijn dorp, mensen de muil, mensen de toren, en maak het groene Eckelholt, het dorp van Doesburgs in geboren. Best een beetje een gedenkwaardig brink, vind ik nou al, want 25 jaar zit ze in het vak en ze staat nou met een beiden hier bij mij in het atrium van RTV Drenthe, Harm en Rob. En men zal hier vergeten, host, dat heel de wereld vecht en jacht en rost. En kiek, 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 wat wil je riek? Waarom is Sleens voor jullie zo belangrijk? Ja, Sleens is het dorp waar we allebei getogen bent, in elk geval. Ik ben er net niet geboren, maar wel getogen. Dus alle indrukken die er bent, die heb ik in Sleen opgedaan natuurlijk. Het is voor ons een inspiratiebron. Er wonen prachtige mensen. Het is een mooi dorp, het heeft een mooie geschiedenis. Er gebeurt van alles en nog wat. En natuurlijk, het is taaltechnisch, zeg maar. Het riemt geweldig, hè, overal op. Dus wat dat betreft is het ook makkelijker met hem. Ze is zo mooi is er geen een. Ze is de allermooiste meid van Sleen. Ach, heur, ze lopen, stiet mijn adem stil. Ze is op deze wereld alles wat ik wil. Ze is op deze wereld alles wat ik wil. Wie is dat nou, die mooiste meid van Sleen? Ja, daar heb je zoveel vrouwelijke model verstaan. En de een zegt het is die, en de ander zegt het is die, en ze heeft allemaal gelijk. En op dit moment woont Tine Zensing, die heeft hele mooie Friese peer. En die zei, nee, het mooiste meid van Sleen is mijn peer. Nou, dat is prima. Als je dat vindt, is het prima. Ja, we noemen het voor een geen naam, want voor je er op vandaag bent, dan wordt één persoon ervoor aanwezig. En dat is niet echt zo. Het volgende nummer dat gaat zingen, dat is Guido van Oldstegien. Een Oldstegien. En dat is bij ons de Mattenkamp Stegen. En we komen wel eens de Dalden en hier in Dalden nog gelukkig nog van die oude Stegies. Tussen twee alhoezen, hij wat drak bent, zie hem niet. Door ligger klinker steeg in dat van Darp naar het veld in giet. Over zijn broene klinker slaan ze in de zachte ring. Kom ik zo dan en dan, mijn eigen kindertiet in ting. Hij vanaf de drakke Heufstraat, de symboliseert voor de huidige tiet. Als je hier aan zo heen kijkt, het steeg hier, dat is net als je weer omkijkt naar vroeger. Het is soms een plekje waar nooit veel veranderd is de afgelopen tijd. Oh, en dan terugkijken naar 25 jaar, dan is het heel belangrijk dat je weer terugkijkt in de tijd. Dan zag je hier wat dat betreft al, ja, wat belangrijk is. Nou, daar zie je die Hulsebos waar we het ook in het lied over hebben, ja. Die zit er nou nog. En die stond er van 25 en 50 jaar geleden ook nog. Dus ja, dan kom je op fiets hier weer, hè, ja. Van die kaart op. Ja, dan is het toch wel, dat is toch wel waar. Deur de steeg, even weer hem. Dit is ook
En dit is ons hoogste goed wat we al gemaakt hebben. Daar hebben we onze ziel en zaligheid letterlijk in liggen, in deze nummers. En dat hoogste goed, dat, we zijn ook zeer vereerd dat we die mogen aanbieden aan de hoogste ambtsdrager van onze mooie provincie Drenthe. 25 jaar Harm Rolf, zo hebben. Het is niet zo'n heel originele titel, maar het gaat meer om wat er binnenin stiet. Nogmaals, we zijn zeer vereerd dat we die aan u mogen aanbieden. En dat doen we bij deze van gans harte. Als je 25 jaar mensen kunt trekken naar je voorstellingen, ja, dan beschouw ik dat als parels in Drenthe. Nog voordat ik hier kwam, toen maakten ze kennis met de cd's van Harm Roelof, want mijn vader en moeder ben Drenthe. En die hadden zo'n cd. En mijn vrouw was helemaal weg van Harm Roelof. Dus ik denk van, nou ja, wat beter bewijs kun je hebben dat gewone Drenthe, die zingt over wat Drenthe maakt, wat gevoel er hier is. Dat ze zo'n westerse vrouw als mijn vrouw kunt overtuigen, nou ja, dan heb je kwaliteit. Een van de dingen die natuurlijk heel actueel is, ook in Drenthe, is het feit dat ook de Drentse bevolking wat meer kleuriger wordt. Er woont bij ons is niet een vrouw, dames en heren. Dat is die vrouw die is geboren in Rwanda. Het mooiste moment was dat ze op het feestterrein, tijdens de koningin, de dag in haar originele Afrikaanse kleding, met doeken op de hoofd en doodboom op, een oranje opblaasbare Heinekenkroon. Jij bent hier niet geboren, je tol die klinkt zoals Zambezi Suwaya Suwaya. Het is simpel te verkloren, toch greep jij hier je kans. Suwaya Zumbaya. Van een ander leven, een ander perspectief. Arabi Sulawi Lawe. Met nemen en met geven heb jij je oosten lief. Ja, het is bewerkenheid. Ik probeer bij in te leven in zo'n vrouw. Wat heeft hij dan niet met me? En die heb je dan de slien in hun Afrikaanse gewaden. En elke keer, nou, en iedereen heeft wel gehoord, die zwarten sluiten op de deur, jongens, van pas maar op. Geert Bos en Lucas Dekker, kijk je nou met open mond. Suwaya Sumbaya. En Geert zegt met dat patten, ik vertrouw ze niet. Arabi Sulawi Lawe. Wat moeten we met die zwarten? Wou ze maar weer kwiet. Wat moeten we met die zwarten? Wou ze maar weer kwiet. Wat moeten we met die zwarten? Wou ze maar weer kwiet. Suwaya Sumbaya. En de jongens, we denken even na, voordat je zulke dingen uitkraamt. En dan ben ik wel eens blij dat zo'n vrouw dan op dat moment even geen Drents verstiet. Je mooie zachte handen op een koude winterdag. Als indrukwekkend masker vol heimwee en verdriet. Arabi Sulawi Lawe. Dat Godzijdank nog lang niet al ons Drents verstiet. Dat Godzijdank nog lang niet al ons Drents verstiet. Dat Godzijdank nog lang niet al ons Drents verstiet. Suwaya Sumbaya. Suwaya Sumba, Suwaya Sumba, Suwaya Sumba, ja. Is het een warm lied in een koude tijd? Ja. Ja, het is een warm lied in een koude tijd. De discussie is natuurlijk heel actueel op dit moment. Gelukkig is aan het einde van de avond, dan zegt ze, nou, we hebben met een bepaalde bedoeling in gehad, maar dit hadden we niet verwacht. En ik vind het geweldig. En dat is het grootste compliment wat je kunt krijgen. Ik heb nog geen eredies. Nee, het is nog in het prenatale stadium. Het is nog te pril om op te schrijven. Dat moet nog komen. Er moeten eerst nog weer allerlei dingen gebeuren. En we moeten eerst nog weer meer ideeën krijgen. Maar het komt wel? Het komt zeker. Het is altijd nog komen, het komt nog weer. Dat weet ik, dat is, ja, de vertrouw ik, inmiddels vertrouw ik erop. Van, ik weet van mezelf, als ik te veel ga zitten, dan komt er wat.